Ik heb ja gezegd op het verzoek om voorzitter te worden van de commissie, omdat ik vind als mensen in omstandigheden hebben gewerkt waarbij ze nadeel ervaren, zorgen hebben wat dat betekent voor hun lichaam, dan moet dat opgepakt worden. Wat is er in de periode 2004-2011 gebeurd toen mensen daar zijn gaan werken met de opdracht om werkritme op te doen? En om van daaruit ook misschien een kans te vinden om werk te zoeken op een blijvende manier. Wij willen als onderzoekscommissie vooral aandacht besteden hoe hebben de mensen het werk verricht? Wat waren de omstandigheden? Op welke wijze waren zij beschermd om het werk te kunnen verrichten? En was dat voor een ieder goed bekend wat de voorschriften daarvoor waren? Ik zou aan alle medewerkers, mensen die er gewerkt hebben in de periode 2004-2011, willen zeggen, meld je aan. Dat kan via deze website. Ik hoop dat de onderzoekscommissie in staat is om zorgen en vragen die er vooral zijn bij de mensen die er gewerkt hebben, weg te nemen. En ik hoop dat we voor die mensen een aantal antwoorden weten te vinden en richtingen kunnen geven hoe om te gaan met datgene wat zij hebben ervaren.